Ik heb ooit eens beloofd om een film te maken over de apparatuur die wij gebruiken als we onderweg zijn. Kijk maar eens mee. Als wij op pad gaan heb ik altijd diverse camera's bij me. Um, eigenlijk heel simpel, voornamelijk mijn telefoon of die van Nancy natuurlijk. Die nieuwe telefoon zit er zoveel goede camera's in en zo'n goede software. Het, het gaat gewoon perfect. Daarnaast hebben we ook altijd een Action Cam bij. Ik gebruik de uh, GoPro Hero 9, die is net uit. Daarvoor gebruik ik altijd de DJI Action. Uh, eigenlijk ook gewoon een heel goed toestel. Ik zal even pakken. Um, ik heb er dus wel een, uh, een houtje bij. En ik heb een losse microfoon op. Maar eigenlijk is dat niet, niet echt nodig. Maar dit ding zorgt er wel voor dat het geluid echt een heel stuk beter is. Deze kan trouwens ook op de Hero. Dit is de DJI Osmo Action. Uh, Eerlijk gezegd, gewoon een heel goed dingetje. Uh, gewoon waterdicht, zonder dat er speciale behuizingen moeten. Dus je hoeft niet druk te maken. Ontzettend stabiel. En ik heb hem dan zelf op deze voet staan. Dan heb ik ook nog deze. Dat is de GoPro Hero 9. Uh, op een klein voetje heb ik deze staan, gewoon omdat hij makkelijk is. Voordeel van deze is: hij heeft ook een voorkant display. Net zoals de Action van DJI. Dat vind ik echt super. Je kunt uh, makkelijk uh, jezelf uh, filmen. En je kunt kijken wat er dan, uh, of hij wel een beetje in een frame blijft. Ook hier heb je geen behuizing voor nodig om waterdicht te maken. Dus ik kan hem gewoon meenemen en alles bij doen. Super klein, lange accuduur. Achter een groot scherm kan meteen meekijken en de kwaliteit eruit komt. Ja, ja, ik vind hem echt fantastisch. Dus dit neem ik ook altijd mee. Nou, vervolgens, uh, dit film ik nu bijvoorbeeld met een Canon M50. Dat is een, uh, een systeemcamera. En ik heb daarop een losse lens. En dat is een niet de standaard lens, want dat vind ik eigenlijk niet goed genoeg. Dus ik heb een Sigma. Lens op zitten met een 16 mm lens, dus echt heel breed, en een f1,4, dus heeft heel weinig licht nodig. Nu heb ik er zelfs een, een polarisatiefilter af moeten halen. Normaal zit dit ook nog eens een keer op de lens om een beetje het licht te knijpen, want in de zon is het gewoon te veel. En Hiermee kan ik dan regelen hoeveel licht in die lens binnenkomt, zodat ik toch een mooi beeld kan houden. En alles goed belicht is, natuurlijk. Het voordeel van deze lens is dat hij dus echt heel scherp is. De camera is Ontzettend snel en focust op je ogen, doet je automatisch. En ik heb eigenlijk een omkijker aan. Ik zet hem in, ik film nu ook. Um, en ja, hij werkt perfect. Ik heb deze voet erbij, dan zet ik hem op, maar die kan ik ook inklappen en dan kan ik hem ook als selfie gebruiken. Uh, de films die je altijd ziet waarmee ik dus camperplaatsen film, dat is deze voet en deze camera. De beste camera is de camera die je bij hebt, zeggen ze altijd. En in mijn geval is dat mijn GSM. Uh, ik heb nu de Samsung S10 Lite. Ik overweeg om een iPhone uh, aan te schaffen. De iPhone 12 Pro Max schijnt heel erg goed te zijn. Maar eerlijk gezegd, dit ding filmt. Lekker stabiel. Je hebt hem altijd bij je. Je kunt er wat foto's mee maken. Ik vind hem eigenlijk wel perfect daarvoor. Mocht het nodig zijn, twijfel ik een beetje over de kwaliteit. Dan overweeg ik om een iPhone 12 aan te schaffen. Maar ja, het is nog helemaal niet nodig eigenlijk. Nou, Je ziet ook wel zoiets dat we filmen met een drone... Uh, dat is deze. Uh, dit is mijn uh, Mavic Mini van DJI. Uh, er is ook een tweede versie uit ondertussen heb ik begrepen. Uh, dat is de Mavic Mini 2. Uh, ik gebruik deze eigenlijk omdat hij onder de 250 gram weegt. En uh, dat is een nieuwe klasse die vanaf 1 januari ingaat. Ik heb begrepen dat Camper TV Erik daar uh, een hele mooie film van gemaakt heeft om uit te leggen wat alle mogelijkheden zijn en welke regeltjes er zijn geworden. Wat ik heb begrepen is dat alles. Centraal gaat worden. Dus heel Europa gaat gelijke regels krijgen. Met uitzondering van Nederland. Die hebben dan weer een paar eigen regeltjes. Zo mag je in heel Europa in het donker vliegen, maar niet in Nederland. Deze weegt minder dan 250 gram en daar heb je dus geen uh, um, pilotenvergunning voor nodig. Je hoeft niet op een cursus. Uh, ik moet wel registreren. Dus onder de 250 gram moet je je drone voortaan gaan registreren bij RDW. Je krijgt daarmee ook een nummer en je bent dan bekend. Uh, welke drone van jou is. Boven de 250 gram ga je jezelf wat aan een cursusje moeten volgen, heb ik begrepen. En dat wordt een theoriecursusje, simpel. Maar dat is wel nodig om jezelf dus, uh, een beetje te kunnen aantonen: van, ik kan vliegen. Je krijgt ook een pH-nummer. Dus je moet ook je drone dan echt registreren, waarbij je een code krijgt. Vanaf 2023 moeten alle drones voorzien zijn van een CE-certificaat. Uh, wat ik heb begrepen, is dat alle DJI-drones dat nog niet hebben. Dus daarom hebben ze dat. Twee jaar langer gedaan, dan kun je nog even overstappen, maar het komt er eigenlijk kortweg op neer dat vanaf 2023 iedere drone een CE-certificaat moet hebben en Hans mag je gewoon simpelweg niet vliegen. En dat wil dus ook zeggen dat iedereen die nu een drone heeft, waarschijnlijk niet mag vliegen met die drone. Maar we hebben nog twee jaar, dus dat scheelt een stuk. Nou, wat ik fantastisch vind van dit ding is, hij is zoals je ziet super klein. Er zit een goede camera in, uh, geen 4K, daarom is er een Mavic 2 gekomen. Die heeft een, of sorry, de Mavic Mini 2 gekomen. Die heeft een 4K-camera. Uh, Deze heeft een 2,7K. En ja, ik film hem toch maar in 1080p. Dus ik vind het perfect. Het weegt niks. Je neemt hem zo mee naartoe. Je sluit hem aan op je telefoon. En je vliegt even weg. Ik vind het perfect. Deze camera's heb ik natuurlijk niet altijd bij in de camper. Dat zou gek zijn. Er ligt de hele camper vol met camera's. Maar ja, je telefoon heb ik altijd bij me. De uh, uh, GoPro heb ik. Altijd bij me en die neem ik zo mee. En de camera, waarmee ik dus nu dit film met de systeemcamera, ja, die heb ik echt alleen maar bij als ik weet ik ga een camperplaatsverslag doen en voor de rest gebruik ik deze eigenlijk alleen maar op de, ja, hier in de studio. Nou, geluid is natuurlijk ook erg belangrijk. Uh, ik heb hier nu zo'n uh, speldmicrofoontje uh, en daaraan vast heb ik een rode zitten. En dat is een draadloos systeem van rode. Ik vind dat makkelijk. Op die uh, andere camera zag je straks ook zo'n zo soort dode muis zitten. Nou, dat is ook een microfoon van rode en die zijn eigenlijk goed met, nou, met kabeltje en dit vind ik makkelijk omdat die draadloos is en die heb ik gewoon aan mijn systeemcamera zitten maar die kan ik ook op willekeurig iets anders aansluiten nou en als ik dan klaar ben met filmen dan komt alles bij elkaar ik zet altijd alles op mijn eigen server neer ik doe ook alles meteen in de cloud opslaan als we onderweg zijn dan ben ik nooit iets kwijt nou thuis kan ik alles weer bij op de server en dan ga ik monteren ik monteer zelf altijd met adobe premiere pro uh, eigenlijk heel simpel uh, op het werk heb ik een abonnement van Adobe en daar zit eigenlijk alles bij Photoshop voor mijn werk, Illustrator voor mijn werk, maar dus Premiere kan ik hier mooi gebruiken en dat doe ik hier in mijn studiootje. omgebouwde slaapkamer. Ik heb hier ook een 3D printer staan en mijn hobbytjes, uh, zo doe ik je uitoefenen. dus uh, een beetje muziek maken en, en dat soort dingetjes. Maar de PC achter me staat er toch, die kan ik gebruiken, dingen krachtig genoeg en daar kan ik mooi op monteren. Dus zoals gezegd met Premiere Pro eigenlijk omdat ik hem al ja, heb. En online is er erg veel te vinden over hoe je het moet leren. En ik had er in het begin ook helemaal geen verstand van. Dus je moet ergens beginnen. Nou, op YouTube zijn heel veel films te vinden hoe het moet. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Nou, dit was even de uitleg over wat wij meenemen als wij weggaan met de camper. En wat we voor apparatuur gebruiken om alles te filmen. Gewoon leuk, dan weet je dat ook. Uh, en als je zelf een beetje bezig bent met filmen. dan is het misschien wel erg interessant om te zien wat iemand anders gebruikt. Um, heb je vragen? Laat ze gerust hier achter uh, in de commentaar hieronder. Want ik probeer zoveel mogelijk te lezen. En altijd zo mooi mogelijk antwoord te geven. En ja, misschien kan ik je ergens mee helpen dat uh, jij niet weet en ik misschien toevallig wel. Nou, vond je een leuke filmpje? Geef ons dan een duimpje omhoog. Want ook dat vinden we superleuk natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan. Druk op het belletje. Je krijgt altijd een melding dan op het moment dat wij een nieuwe film maken en dat je online komt. Doei!